Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Bilal Chicken. Vandaag hebben we niemand minder dan Ilias Buleit. Ilias is bekend geworden door zijn gevechten bij Infusion. Hij heeft 170 wedstrijden gevochten, waarvan hij 10 heeft verloren, 2 onbeslist en 158 heeft gewonnen. Ilias is momenteel overgestapt naar het MMA. Hij vecht bij Bellator en heeft een record van 2-0. Wat ook heel bijzonder is, is dat hij een ontmoeting heeft gehad met Mike Tyson. En dit is hoe het eruit zag. Het is voor het geluid toch? Ja. Yes, hoe is dat? Goed man, hoe is het met jou broer? Lekker man. Lekker. Ik denk dat je bent gekomen, ik vind het super hard. We gaan het vandaag hebben over vasten. Wat betekent vasten voor jou? Vasten is voor mij eigenlijk gewoon een jaarlijks iets man, Ramadan. Ja. Belangrijke maand voor ons allen. We zijn moslims, we bidden. En deze maand is eigenlijk is het gewoon een beetje centraal man. Even je iman boosten en weer even terug op adem komen, zo voelt het voor mij. En is het veranderd sinds het corona gedoe? Ja man, dat zeker. Kijk, sowieso een moskee, dat een moskee dicht is echt raar. Voor mij, de Ramadan is niet alleen vasten, niet eten, niet drinken tot zonsondergang. Je bent gewoon in een moskee bezig, je bent met familie, wat nu niet kan. Tarawih gebeden, je weet toch, in de avond. Het is heel raar, het voelt allemaal raar, man. Ja, man. Ik heb dat ook, man. Ik vind het vooral jammer dat we niet samen kunnen eten, man. Ja, dat vind ik altijd dat, man. Ja, dat is echt minder. Maar je traint gewoon door tijdens... bro, we moeten, man. We kunnen niet stilzitten. Ik ben sowieso iemand, ik word helemaal gek als ik gewoon thuis zit. En als ik niet kan vechten, niet kan trainen. Dus ik doe gewoon wat ik kan doen. Elke dag ben ik wel gewoon bezig. Mijn krachttraining doen we buiten. Mijn kickboksen doen we ook gewoon buiten als het goed weer is. We doen trappen lopen, zandheuvels. We zijn wel gewoon bezig. Dus. Ja, dat ja. Bezig. Jij moet wel, man. Zijn er mensen kunnen vertellen wat jouw record is? Mijn record op dit moment in het kickboksen is 170 partijen. Waarvan ik er 10 heb verloren, 2 onbeslist. En de rest heb ik gewonnen, man. En dan heb ik mijn MMA-record, die is nu 2-0. En met 1 knockout. Hoe ga je eigenlijk om met verlies? Heel slecht. Heel slecht. Ik ben sowieso iemand, als ik verlies, dan geef ik wel echt mezelf de schuld, man. Ik ben iemand, wanneer ik heb verloren, dan ga ik naar huis. En meestal dan, je weet toch, ben je in het buitenland en ver. En dan kom je terug bijvoorbeeld uit China of wat dan ook. En dan, die weg terug is verrot, man. Ik ben alleen maar aan het denken, ik praat met niemand, ik zeg tegen niemand niks. Je weet toch, ik ben helemaal in mijn eigen wereld. Ik ben iemand, ik sluit me eigenlijk ook gewoon op, man. 2 weken moet niemand tegen mij praten. Ik moet dat echt verwerken. Dus voor mij is het... Ik kan heel slecht met verlies omgaan. En waarom is dat dan? Ik weet niet, man. Dat is winnaarsmentaliteit. Ik bedoel, dat is vechtsport, bro. Snap je? Dat is gewoon mano-mano. Jij staat daar, tegenover je staat een man. En eentje gaat maar winnend naar buiten. Die andere is gewoon een verliezer. Hé, bro. Dan voel je net een bitch, bro. Dat is niks ergers dan dat, echt. En voor de mensen die het nog niet weten. Je bent begonnen bij Infusion. Ja. Daar ben ik eigenlijk doorgebroken. Ja, en hoe oud was je toen je begon met kickboksen? Ik was 5, man. Dat is 5? Ja, 5 jaar, mijn broer. 5 was ik. Laat maar raad, iemand in je familie? Nee, juist echt niet. Nee, okay. echt niet. Ik was als kleinkind, echt al heel jong, was ik echt een... best wel gewoon vervelend, weet je toch? Ik hield van vechten buiten, wilde ik van vechten. Als mijn broers binnenkwamen, die waren ouder ook. Ik wilde altijd vechten met ze, weet je toch? Stoeien, dit, dat, lala. Ik was te veel energie. Weet je toch? Thuis, ik sprong van links naar rechts en dit, dat. En op een gegeven moment, ja, word je wat ouder, dan ga je op een gegeven moment... Ik ging toen net naar school en... buiten op straat ook. Op een gegeven moment kwamen ouders ook gewoon naar mijn ouders toe van... Hé, deze jongen heeft veel te veel energie. Hij heeft die en die geslagen. Hij heeft dit en dat gedaan. Op een gegeven moment, mijn vader was het helemaal zat. Hij denkt, zijn we klaar? Jij, weet je wat je gaat doen? Ik ga jou brengen. Je gaat je taekwondo doen of kickboksen of iets. Maar in ieder geval dat ze je een pak slaag geven. En dan weet je hoe het voelt, toch? Toen kwam mijn moeder. Mijn moeder zegt, nee, dat ga je niet doen. Dit, dat, ja, maar dan krijgt hij klappen in zijn gezicht en dit, dat. Dus mijn moeder had mijn vader overgehaald, maar mijn zus die vond het een top idee. Zij dacht, zelf, klaar, deze jongen, hij moet gaan kickboksen, anders gaat het niet goed. Een maand lang kwam ze me elke keer ophalen. Mijn zus kwam als kind heel vaak al ophalen en nam ze me mee, dus dat was normaal. Op een gegeven moment, mijn vader had het door, toch? Elke dag, maandag, woensdag, vrijdag, dezelfde tijd. Op een gegeven moment, een dag, ja, hij zegt, mijn zus kwam binnen en zegt, hey, Elias, kom, we gaan. En ik moest mijn mond houden, toch? Ik zeg, ja, kom, ik ga mee.
Mijn vader zo, wacht, ik ga mee. Ja, vanaf dat moment, op een gegeven moment in de auto, mijn zus had toen tegen mijn vader gezegd. Mijn vader zo, hey, stil, rijden, ga er naartoe. Je weet toch? Dus wij er naartoe rijden. Ik ging trainen. Hij kwam daar binnen, hij zag op een gegeven moment vader van die. Allemaal mannen die kenden, toch? Hij zag me daar, ik had het leuk. Ik was aan het kickboksen en ik gaf ze klappen daar, weet je toch? hij vond het echt geweldig. En zodoende, op een gegeven moment gelijk eigenlijk. Hij zegt, koop maar alles. Handschoenen, scheenbeschermers, weet je toch, van die oude dingetjes. Die broekje, broer, kwam bijna tot hier. Handschoenen veel te groot. Ik had zo'n helm had hij voor me gekocht. Veel te groot, broer. Kan niet, man. Kan echt niet. Ik heb ze nog ergens thuis op zolder liggen bij mijn moeder. Maar ja, man, was echt, ja, wat een leuke ding. Zo is het begonnen. En hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Waar zie je jezelf over 5 jaar? Kampioen. Groot kampioen. Superster, man. Niks meer, niks minder. Dat is waar we voor gaan, dat is waar ik ga staan. Dat is het, inshallah. En zou je dan bij UFC willen of bij Bellator? Heel veel mensen vragen dat ook. Ja, maar ik weet het niet. Kijk, op dit moment, ik zit goed bij Bellator, snap je? Ja. Het liefste zou ik bij Bellator kampioen worden en daarna in de UFC kampioen worden. Maar we zullen het zien, man. Misschien blijf ik er nog even hier hangen. Misschien ga ik naar de UFC. Ik weet het niet. We gaan het zien, man. Dus jij zegt dat je kampioen wilt worden, dat is je doel. Ja. En, Tyson Fury, zijn doel was ook om kampioen te worden. Ja. En op het moment dat hij kampioen werd, werd hij depressief. Ja, klopt. Ja. Ik vind het echt een vette dat je dit aanhaalt, man. Ik vind Tyson Fury sowieso echt een hele gruwelijke gast. Hij kwam inderdaad in depressie en hij zag dan maar even niet meer zitten. Terwijl hij eigenlijk alles had. Hij had en geld en hij was kampioen. En ja, broer, ik weet niet, man. Het is... Stopt die doel dan ook niet voor jou als je kampioen bent? Ik weet niet, man. Dat is het hem. Maar dat is met iedereen. Als iemand eerst die auto wil halen, dan heeft hij die auto en 3 maanden later zegt hij nee, man, ik wil een nog dikkere bak. Denk je dat het dan niet belangrijk is om een ander doel te hebben? Bro, mijn enige doel, bro, is gelukkig zijn. En is mijn kinderen een mooi leven geven. En mijn moeder. En dat was het, man. Voor de rest doet het er allemaal niet toe, man. Ik wil daar gewoon staan. Ik wil een ster zijn, man. Ik wil iemand zijn. Ik wil gelukkig zijn, ouwe. En nu je zegt van ik wil gelukkig zijn. Is het dan zo dat je nu niet gelukkig bent? Lastig. Kijk, ik ben... ik weet niet, het is een hele moeilijke vraag, bro. Ik heb soms deze diepe gesprekken, heb ik wel eens. Meestal met mijn zus of zo. Je weet toch, ik heb... lastig. Gelukkig, ik ben heel dankbaar. Laat me dat voorop stellen. Ik ben heel dankbaar, bro, voor alles wat ik heb. Ik heb 2 gezonde kinderen. Ik ben hartstikke blij. Ik ben blij met wat ik kan. Ik ben blij met alles wat ik heb gekregen van Allah. De kracht en alles. Maar gelukkig, bro, is een breed begrip. Hè. Iemand kan gelukkig daarmee zijn, de ander. Ik voel een bepaalde druk op mezelf. Dat ik iets moet doen. Dat ik iets moet zijn. Dat ik iets moet presteren. Snap je? En tot de dag dat ik dat niet heb behaald. Ik ben gelukkig, kan ik vertellen, maar dan ben ik echt gelukkig. Kan je dat gevoel omschrijven voor jou? Wanneer ben je echt gelukkig? Wanneer ben ik echt gelukkig? Ik ben echt gelukkig op het moment dat ik mijn familie alles kan geven wat ik wil. Ik ben gelukkig op het moment dat ik mijn kinderen gelukkig zie. En ik ben gelukkig dat ik, wanneer ik dadelijk aan de top van de berg sta, man. Ja, man. Dat ik aan de top van de berg sta en dat iedereen me van die berg af wil stoten. Ja, man. Als je dat allemaal niet hebt, dan ben je gewoon ongelukkig. Nee. Dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig ben. Zeker niet. Maar... Hoe ben je nu in je vel? Ik ben blij, bro. Ja? Ik ben blij. Ik ben altijd blij. Kijk, we kennen elkaar een beetje. Maar de mensen die mij altijd zien en die mij echt kennen... Ik ben altijd blij. Ik ben altijd aan het lachen. Ik ben altijd aan het kloten. Ik ben aan het... Snap je? Iedereen kent me als lachende jongen. Maar het neemt niet weg dat ik altijd druk voel. Druk, niet eens van mensen, want ik heb scheid aan wat mensen denken of wat mensen zeggen. Geloof me, ik heb daar echt scheid aan. Maar een druk die ik naar mezelf heb, man. Ik wil gewoon presteren. Je hebt een hele grote grijze massa. Met allemaal vechters en doorsnee mensen. Dan zou ik ongelukkig zijn als ik daartoe zou behoren. Tot de doorsnee mens. Gemiddeld. Ik wil niet gemiddeld zijn, man. Ik wil exceptioneel zijn, man, bro. Ik moet die buitencategorie, dat wil ik zijn. En waarom? Ik weet niet. Als van kleins af aan heb ik dat al gezegd. Van kleins af aan zei ik dat altijd al. Dat ik dingen wilde doen. Dat ik grote dingen wilde doen. Dat is echt... Ik wilde grote dingen doen. Ja, dat is het gewoon.
Ik wilde grote dingen doen. Ik wilde mensen inspireren. Ik wil mensen... En waarom wil je mensen inspireren? Omdat ik heb gezien wat met mij ook heeft gedaan. Iedereen heeft idolen. Iedereen heeft mensen naar wie ze die opkijkt. En ja, dat heeft mij heeft dat heel veel gedaan. Ik bijvoorbeeld als kind, ik had zoveel mannen naar wie ik keek. En waarvan ik dacht, oh, die vind ik echt heftig, man. Zo, ik zou graag willen doen wat die... Of als je bepaalde mensen dingen hoort zeggen, dat je denkt van, ja man, hij heeft echt gelijk. En zo zit het in elkaar. Nu ben ik wat ouder. Nu heb ik wat meer van het leven gezien. En snap je, ik heb een heleboel meegemaakt en gezien. Van de vetste dingen tot de minst leuke dingen. Bro, er is niks mooiers dan dat ik dadelijk op een gegeven moment... dat heb ik nu al een klein beetje. Snap je, dat je jongens hebt die zeggen van, ja, kijk echt naar je op. Je bent mijn idool en dit, dat. Maar... niet op een schaal wat ik zou willen, snap je? Dat zijn mooie dingen, bro. Dat zijn mooie dingen. Als je andere mensen echt kan inspireren en hun leven kan veranderen, terwijl je ze niet eens kent. Na het hebben van een hele toffe gesprek met Ilias vroeg ik hem of hij me een paar dingen wilde leren. En dit is hoe het eraan toe ging. Die gaan tegelijk mee. Pam, en dan kom je terug. Dus deze. Boom, terug. Ja, dat is hem. Dat is hem. Boom, terug. Kortste weg. Niet pam. Zo, toch? Nee, probeer. Dat je, met hand draaien, je moet je hand ook draaien, maar je draait hem... kort in en niet dat je dit gaat doen. Juist, dat is hem. En die rechter? Rechts, hetzelfde verhaal, alleen juist. Maar nu sta je op één plek en dan ga je dit draaien, maar je moet hem stappen. Bam! Dat is het moment dat je dat gaat doen, moet je zorgen dat en je heup en je schouder allemaal in één lijn zitten. Dus als ik sta, kijk, nu doe je dit. Ja. Dat is het. Maar je wil die druk hebben dat je naar voren gaat. Dus als je dan gaat, bam! Dat je echt mee gaat stappen. Snap je? Boom, juist, dat is hem. Gassen. Hé broer, geen mensen knock-out slaan hier maar. Nee, dat is goed. Dus laten we gaan, laten we naar moskee gaan. Daar leuk. Gaan we ook vandaag eten. Leuk. Ja, we gaan gewoon bestellen vandaag. Okay. Omdat we de keuken niet kennen helaas, sorry mensen. laten we gaan. En dan gaan we daar nog verder met interview. Relax, gaan we doen man. Nu zijn we aangekomen bij de moskee. Bij de moskee of het moskee? De moskee. De moskee. Ik wist het wel. Nee, we zijn even hier aangekomen. We gaan hier het interview verder doen. We hebben ook eten besteld. Dus vandaag gaan we niet koken, want Ilias kan niet koken, toch? Wow, bro. Hey, ik zei juist nog gaan koken, neef. Hey. Weet je wat is? Ik ken die keuken hier niet, dus is risico. Bro, hij zegt vasten met gasten. Wat voor gast ben ik als ik mijn eigen eten moet maken? Mensen, ik zeg je eerlijk. Ik wilde gaan koken, maar die keuken hier, die ken ik niet. Ik wil geen risico nemen, weet je. Dus. Toen werd het broodje dunner. We hebben wat goed besteld. Komt goed. Jawel. Is goed man. Laten we verder gaan. Laten we zitten. Ja, dan met interview. Nou, we zijn aangekomen in de moskee. En ik denk dat dit een goede plek is om ook echt te praten over geloof. Dus nu gaan we het hebben over geloof. Dit is de plek. Dit is de plek. Je bent gelovig opgevoed. Ja man. Je hebt het meegekregen van het huis. Maar heb je jezelf ook wel eens afgevraagd van waarom geloof ik? Ja, tuurlijk man. Dit zijn vragen die ik me zeker heb gesteld, man. Ik denk dat, sowieso van huis uit krijg je het mee. Maar ik denk dat ik eigenlijk echt er ben over gaan nadenken toen ik een jaar of 11 was, man. Toen overleed mijn vader. En ja, man, dat was het moment dat ik eigenlijk echt... Je weet toch, we gingen naar Marokko, ik had het maar nooit meegemaakt. We gingen naar Marokko om mijn eigen vader te begraven, toch? En daar begonnen pas echt vragen te komen van hoe en wat. Toen ben ik me eigenlijk een beetje erop iets meer in te gaan verdiepen. En later is het eigenlijk alleen maar meer geworden, man. Toen ik een jaar of 15, 16 was. Nog meer, maar ja, dat is het eigenlijk. Wat was je toen je vader was overleden? 11 man, 11. Ja man. Heel erg man. Dus hij heeft niet zeg maar... Heb je wel eens die gedachte van, ik vind het wel jammer, natuurlijk heb je dat zeg maar. Hij heeft nu niet kunnen zien waar ik nu gewoon freaking sta. Ja, tuurlijk man. Maar ik weet nog, op zijn sterfbed, broer, zei hij tegen mij nog van... haal alles eruit wat je eruit kan halen, man. Zowel met school als met sport. En ik denk dat ik dat echt heb gedaan. Voor hem was school belangrijk, man. Pff, ik weet nog één keertje komen met slecht rapport naar huis. Bro, ik kreeg een draai om mijn oren. Ja, man. Dus dat zijn belangrijke dingen. Dat is eigenlijk de motivatie altijd geweest, man. En, als je er nu zeg maar over... Tuurlijk doet het wat met je. Dat zijn wel dingen die, je weet toch, zitten diep. Helemaal nu, ik ben nu ouder, ik heb 2 kinderen zelf, bro. Hè. Snap je, dan ga je pas echt merken hoe en wat en hoe belangrijk een vaderfiguur is. Ik weet het zelf, hoe belangrijk een vader is. En nu ben ik dat zelf voor mijn eigen kinderen.
Snap je? Dus hoe dat ik me eigenlijk voelde toen. Ja, zo voelen mijn kinderen dat nu bij mij. Dat maakt je wel even wakker, man. Daarom, de motivatie is hoog, man. En daardoor. En wat voor vragen begon je zelf dan te stellen toen? Eigenlijk precies dit, man. Van ja, we hebben dit meegekregen. En ja, kijk, normaal is dat je vader die je stuurt naar Koran school en dit en dat. Dus dat had ik niet echt. Maar we gingen wel, snap je? We gingen wel, maar niet heel vaak. Ik ben eigenlijk die vraag gewoon zelf eigenlijk een beetje gaan afvragen, man. En toen zelf erin gaan verdiepen. Maar ik ben iemand, ik wil dan alles een beetje weten. Dus ik ging me in het jodendom een beetje verdiepen. Ik ging me in het christendom een beetje verdiepen. Van, hey, Jezus is bij ons een profeet. Maar in het christendom is het God, de Zoon van God. Snap je? Van, hoe zit dat nou allemaal eigenlijk? En uiteindelijk, ja, kwam ik eigenlijk zelf ook op die conclusie van oké, dit is het wel, man. Ook omdat de Koran is eigenlijk gewoon een soort van handleiding, man. Heel veel dingen die erin staan, die nooit die eigenlijk pas naar buiten zijn gekomen. Bijvoorbeeld over het geboorte van een kind, hoe dat er aan toe gaat. Snap je? Wat er gebeurt met de vrouw en het lichaam, dat soort dingen. Dat er een plek is in de oceaan waar je zeg maar zoet en zout water hebt. En het mengt niet met elkaar. Dat zijn dingen die stonden allemaal in het Koran, allemaal, bro. Andere dingen ook. Tekenen voor de dag des oordeels. Streep ze maar af, man. Hoeveel we er hebben gehad en hoeveel er zijn geweest. En als ik je dan vraag van, heb je daar wel eens over nagedacht van, hoe weet je dat het waar is dat het daarin staat? Een heleboel dingen zijn al waar. Snap je, dat zijn feiten. Die staan erin. Ja, dat zijn gewoon echt feiten. Dat zijn dingen die ze nu wetenschappelijk in één keer naar buiten halen. Van oké, dat stond in de Koran, stond het al. Snap je? Hadith van onze profeet. Over de dag des oordeels. De gekste dingen zijn gebeurd. Ja, het is toch echt gebeurd. Snap je? Dat soort dingen. Ja, dan ga je... Het is waar. Het is waar. Het hele leven is een test, man. Het is een toets. Het is moeilijk, het geloof? Bepaalde dingen? Tuurlijk, bepaalde dingen. Iedereen vindt dat moeilijk. Ik bedoel, anders zou je perfect zijn, man. Maar nee, man. Nee, tuurlijk, het is hartstikke lastig. Ik probeer zo goed mogelijk te zijn. Ik bid 5 keer per dag. Helaas niet altijd precies op tijd. Maar daar werk ik wel aan. Dat is nu sinds een jaartje of... 4, 5, ja, dat ik echt gewoon vast bid. Maar je blijft toch altijd fouten maken, man. Met van alles, gemakzucht en van alles. Bro, als ik een verhaal vertel, bro, hoe dat ik eigenlijk een beetje wakker ben geworden en ben begonnen met bidden en met halal eten, dat in de eerste plaats lag je dood. Het begon eerst met halal eten. Ik had een vriend van me, Leroy. Nederlandse jongen. Ga ik nu nog steeds wel eens mee. Jongen, weet toch, gewoon echt uit de buurt. Gewoon van kleins van mee opgegroeid. Shout-out naar Leroy. Ja, man. En ik heb hem gisteren nog gezien. En op een gegeven moment, één dag. Maar hij was al de gekste van ons allemaal. Weet toch, de buurt waaruit we kwamen, we waren allemaal wel gek. Katten kwaad, kloten. Je weet het, je kent het wel. Maar hij was de gekste. Gewoon, als er iets gebeurde in de buurt, was altijd, hij heeft het gedaan. Ga maar bij hem, hij heeft het gedaan. Je weet het zeker. Op een gegeven moment, één dag, we gingen naar de McDonald's. Ik was denk ik 15, 16 denk ik. 16 denk ik dat ik was. We gingen naar de McDonald's. Ik was rustig. Een broodje hamburger. Je gewoon zo'n hamburger aan het eten. Niks aan de hand. En hij zei, Ilias, ik moet je wat vertellen, man. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ik ben een beetje aan het verdiepen in het geloof. Dit, dat, lala. Ik dacht, ja, wat zegt deze gast nou weer, man? Je weet toch? Hij heeft het over christendom, communie en dit, dat, lalala. Je weet toch? Als het dan daarom ging, dan ging het... als we het dan over geloof hadden, ging het over christendom. Zei hij, nee, man. Hij zegt, ik ben echt aan de dingen. Hij zegt, ik ben in de kerk geweest. Ik had vragen. Hij zegt, ik ben ook in de moskee geweest. Hij zegt, tot nu toe. Hij zegt, trekt de islam mij het meeste. Bro, ik had die hamburger in mijn handen zo. Ik keek hem aan. Ik dacht, hè? Ik dacht, van iedereen in deze hele wereld, jij, je weet toch? Broer, wallah, dat is de laatste dag dat ik haram heb gegeten. De laatste dag. Ik keek naar die hamburger, ik heb hem weggegooid. Dat was klaar. Vanaf dat moment heb ik gewoon halal gegeten. Gewoon klaar. Overal waar ik kom, ik eet alleen maar halal. Daar begon het mee. Hij is toen op een gegeven moment, bijna een jaar is hij bezig geweest met onderzoeken. Totdat hij uiteindelijk in de Ramadan was hij bekeerd. Oh mijn God. Hij bekeerde,
Bro, het was gewoon, je weet toch, was gewoon alsof heel de buurt, iedereen wist ervan. Maar we kwamen uit zo'n volkswijk, toch? Je weet toch, Nederlanders, alles. We waren zelfs zo'n man, zo'n Nederlandse man, je weet toch, echt zo'n ras-echte Hollander. Hij komt op een gegeven moment naar ons toe. Hij zegt, hey, Ilias, heb jij dat gehoord? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, Leroy is Marokkaan geworden. Oh, bro. We gingen dood. Maar die ze snapten het niet. Snap je? Ze snapten het niet. Ze Marokkaan geworden. Ja, hoezo Marokkaan geworden? Weet toch? Ze snapten het niet. Dat is het dingetje. En hij op een gegeven moment, hij bekeerde in die Ramadan. Op een gegeven moment zaten we buiten met z'n allen, ik en al die jongens. Dus hij ging ons gewoon, hij zei, hey, wat zijn jullie aan het doen? Maar kom, we gaan naar de moskee met z'n allen. Ja, oké, okay, ja, broer, kom op. Wij wisten dat we moesten gaan. We wisten dat we moesten gaan. En uitgerekend, hij kwam en hij nam ons mee. Hij zegt, hey, kom, we gaan. Ik zeg, ik durf wel te zeggen, man. Dankzij die jongen zijn echt een heleboel van ons, zeg maar, echt gaan verdiepen en gaan bidden, man. Ja, man, zeker. Echt mooi om te horen. Ja. Echt een dikke shout-out naar Leroy. Ja, shout-out naar Leroy, zeker. Straks voordat we gaan eten, heb ik nog wel een vraagje. Ja. Je hebt twee mooie kinderen. Ja, man. Wat heeft dat voor jou veranderd? Alles. Alles, man. Alles. Ja, wat moet je ervan zeggen, man? Je leeft voor jezelf eigenlijk. Je leeft voor jezelf. Zo heel zwart-wit. Je leeft voor jezelf. Je kan doen, gaan, staan waar je wil. Op een gegeven moment dat je een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt. Je hebt op een gegeven moment een kind in je handen. Ik weet nog precies toen mijn zoontje werd geboren. Had ik hem in mijn handen. En ik was bang, man. Ik was echt bang. Ik dacht, wow, shit, man. Je weet toch, ik voelde op een gegeven moment een bepaalde verantwoordelijkheid. Je weet toch, gaat in één keer over je heen. Je hebt een... Ja, je bent niet meer alleen. Je bent gewoon niet meer alleen. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid voor een kind. Ik voel me bij te maken, ik was 20 op dat moment. Ja man, ik was 20 ouwe. Ik was 20. Ja man. 20 jaar was ik toen hij... 21. Zeg je goed? Ja, 21 was ik. 21. Toen hij werd geboren. En toen voelde ik dat man. Toen dacht ik, hey, shit man. De motivatie werd toen alleen maar hoger. Ik bedoel, ik heb je net verteld, mijn vader was vroeg overleden. Ik was 11 jaar oud. Nu was ik in één keer zelf vader. En ja man, de motivatie werd toen nog hoger, de druk om te presteren. En ik wil nog steeds, bro, kom op, ik heb nog niks gedaan, hè, laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, ik leef nog steeds met die mentaliteit, ik heb niks, ik heb nooit niks gehad en ik wil alles. Dat is mijn mentaliteit waarmee ik heb geleefd en nog steeds leef. En ja man, zodoende, ik wil mijn kinderen gewoon alles geven, man. Wat kinderen, heb je van man. Je vader overgenomen, omdat jij nu als vader zijnde gebruikt? Ik denk dat mijn vader in de eerste 11 jaar van mijn leven gewoon hele, hele goede opvoeding aan mij heeft meegegeven, man. Ik denk dat ik oprecht gewoon kan zeggen dat ik wel een goede jongen ben. Ik ben goed voor de mensen. Ik ben geen, ja, de meeste mensen, ja, iedereen die ik tegenkom, iedereen vindt me relaxed. Ik ben cool met iedereen, ik ben chill met iedereen. Respect en eer, trots. Ja, man, dat zijn wel dingen die we hebben meegekregen op een hele vroege leeftijd, man. En vanaf toen heeft mijn moeder toch echt even een stokje overgenomen. Heel, heel goed gedaan. Echt alleen in haar eentje. Ja, man. En die zijn met z'n zes thuis. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb twee oudere broers, twee oudere zussen. Maar toen mijn vader overleed, waren hun eigenlijk al getrouwd aan het huis uit. Dus ja, die rol van vader was eigenlijk de belangrijkste rol in huis. Maar die hadden hun eigenlijk een beetje overgenomen. Snap je? Mijn broers bijvoorbeeld waren heel erg betrokken bij mijn kickboksen. Ze gingen met mij overal naartoe. Er was maar iets en ik hoefde het te vragen. Ik had handschoenen nodig, ze waren kapot. Ik vroeg er nooit naar, maar als ze het zagen, kreeg ik nieuwe handschoenen. En die shit was toen duur, toch? 16'tjes, ja. Snap je? En ja man, zij namen het met z'n allen eigenlijk over. Daarom, als familie is, betekent alles. De familie is alles, man. Dankjewel, man. Ja, bedankt bro. Na het interview is het allemaal heel snel gegaan. We zijn gaan eten. En na het eten hebben we afscheid genomen van Ilias. Beste mensen, wij hebben net gegeten. Heerlijk. Ja, dat is wel lekker man. Ik wil even bedanken dat je hebt meegedaan broeder. Dat is echt een eer om te ontmoeten. Ja zeker, dat was echt top. Ik heb het echt leuk gehad man. Ja man, ik ook. En we gaan een keertje weer trainen. Gaan we weer een videootje maken. Gaan we doen. Lijkt me leuk. Heb jij nog een boodschap voor de jongeren? Ja, hou vol. Nog eventjes. En ik hoop dat deze tijd snel voorbij zit. Voorbij is en geniet van de Ramadan voor de rest. Dat zit, man. Dankjewel, Ilias. Dankjewel. Nogmaals, heel veel succes in je carriere. Dankjewel, je bent echt een topper. Een lief, aardige jongen. Thanks, oprecht. Dankjewel. Van hoe je op beeld overkomt.
podcast ook en zo. Echt. Zo zijn we. Ja, toch? Superleuk. Nou mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En dat de kwaliteit beter is. Zeg even tegen die best als om het altijd te nemen. Bijna bij de 100.000. Hey, luister, begin te abonneren, duimpje omhoog. Wat zeg je nog weer? Reactie eronder. Doe ding. Iles gaat alles meelezen. Ik ga alles meelezen. Like deze aflevering als jullie meer video's willen. En gelijken. En abonneer dus. 1 knopje indrukken en je bent geabonneerd. Ik heb bijna de 100.000. Ik doe het al 4 jaar over. Abonneer, vriend. Opschieten, heel gauw. Rustig gaan. Ciao, ciao. Assalamu alaikum.